Maatschappij 2, hoofdstuk 10, politieke stromingen. We kennen in Nederland 5 stromingen. Die 5 stromingen zijn liberalisme, sociaaldemocratie, ook wel socialisme, christendemocratie, ook wel confessionalisme, populisme en het rechtsextremisme. Liberalisme. Liberalisme ontstond tijdens de Franse Revolutie. Motto was liberté, égalité et fraternité. Als je naar het woord liberalisme kijkt, zie je dat het woord liberté duidelijk is blijven hangen. De nadruk bij deze stroming ligt dan ook op vrijheid. Dat betekent dus persoonlijke vrijheid, om te zijn wie je bent, economische vrijheid voor bedrijven. Ze zijn voor het idee van zelfontplooiing. Ze zijn voor deregulering en een kleine rol van de overheid. Ze gaan ervan uit dat mensen en bedrijven dingen zelf kunnen regelen en de overheid zich dus niet overal mee hoeft te bemoeien. Ze zijn voor particulier initiatief. Dat betekent dat mensen zelf makkelijk bijvoorbeeld een bedrijf moeten kunnen starten zonder tegen een muur van regeltjes aan te lopen. De partijen die hierbij horen in Nederland zijn de VVD, D66 voor een deel en de Partij voor de Vrijheid. Een voorbeeld van een campagnefilm van de VVD. Je ziet de ideeën die we zo net hebben opgenoemd duidelijk terugkomen. Mijn grootste angst als ondernemer is dat ik binnen 2 jaar niet meer besta. Dat is eigenlijk mijn grootste angst. De economie kan wel wat VVD gebruiken. Stem VVD, zeker nu. Je ziet duidelijk het particulier initiatief en economische vrijheid terugkomen. Ook deregulering komt terug in dit korte filmpje. Sociaaldemocratie. Ook sociaaldemocratie ontstond tijdens de Franse Revolutie, maar beleefde zijn grote doorbraak eigenlijk tijdens de industriële revolutie met de opkomst van de arbeiders. Ze gaan uit van gelijkheid, dus ze willen ongelijkheid verkleinen. Ze zijn voor een grote rol van de overheid, want als je gelijkheid wilt, moet je veel regels maken. Ze geloven dan ook in de maakbaarheid van de samenleving. De perfecte samenleving kun je dus maken. Ze komen op voor de belangen van de zwakkeren. En ze zijn voor nivellering, wat betekent dat je het verschil tussen arm en rijk kleiner wilt maken. Partijen in Nederland die hierbij horen, en de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de Socialistische Partij. Een voorbeeld van een campagnefilm van de PvdA, waarin je de ideeën die we zo net besproken hebben, wederom duidelijk ziet terugkomen. Nederland 2011. Het ziet er allemaal vrolijk uit daar in Den Haag. Maar dat is alleen maar stilte voor de storm. Want na 2 maart laat dit rechtse kabinet u de rekening van de crisis betalen. Dat zijn keuzes, foute keuzes. Voorkom dat dit kabinet zijn oneerlijke plannen kan doorzetten. Kies daarom 2 maart voor een eerlijker Nederland. Stem Partij van de Arbeid. Christendemocratie, ook wel confessionalisme. Het uitgangspunt zijn Bijbelse waarden en normen. Daarbij moet je denken aan naastenliefde, harmonie en verantwoordelijkheid. De ideeën die daarbij horen zijn gespreide verantwoordelijkheid. Dus de overheid is niet overal verantwoordelijk voor, maar ook bedrijven en burgers. De overheid neemt de tussenpositie in. Sommige dingen moet de overheid regelen, sommige dingen moeten mensen zelf regelen. Ze zijn voor de verantwoordelijke samenleving. Mensen moeten zich verantwoordelijk voelen voor elkaar in de samenleving. Dus hoe ga je met elkaar om en hoe zorg je voor elkaar? Ze zijn voor het idee van rentmeesterschap. Rentmeesterschap betekent dat wij de aarde in bruikleen hebben gekregen van God en dat je daar dus heel erg zuinig op moet zijn. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Hier komt duidelijk waarden en normen weer in terug. Partijen die hierbij horen zijn het Christendemocratenappel, CDA, de ChristenUnie en de SGP, de Staatkundig Gereformeerde Partij. Voorbeeld
van de campagnefilm van het CDA. Ook hier zie je duidelijk de zo net besproken ideeën terugkomen. Het CDA is een volkspartij. Mensen die ons steunen komen uit alle bevolkingsgroepen en zijn het eens met onze standpunten. Wij staan bekend als de partij van waarden en normen. En daar zijn we trots op, want waarden en normen bieden houvast in een wereld die steeds sneller verandert. Het CDA is 30 jaar geleden ontstaan toen drie partijen gingen samenwerken. Sinds die tijd heeft het CDA vaak meegeregeerd. We hebben daardoor kunnen bijdragen aan een sterk, veilig en sociaal Nederland. Wij vinden dat mensen samen verantwoordelijk zijn voor een sociale en leefbare samenleving. Door rekening te houden met elkaar, door ons verantwoordelijk te voelen voor het milieu en door ruimte te bieden aan minderheden. Zo kunnen we samenwerken aan een maatschappij waar we prettig kunnen leven, wonen en werken. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dit is het CDA. Wij geloven in wat we doen. Het populisme. Het populisme heeft in tegenstelling tot andere, de drie voorgaande ideologieën, geen achterliggende gedachte of gedachtegoed. Ze spelen in op wat bij het publiek leeft. Ze zijn vaak voorstander van directe democratie, dus meer beslissend via een referendum. Ze zijn vaak afhankelijk van één persoon. En ze zien zichzelf echt als vertegenwoordigers van het volk en niet als beroepspolitici. Sommige mensen zien de PVV ook als populistisch. Voorbeelden van partijen zijn bijvoorbeeld Leefbaar Rotterdam en de lijst Pim Fortuyn. De lijst Pim Fortuyn zit momenteel niet in de Tweede Kamer. Een campagnefilm van de PVV. Hier zie je een aantal liberale ideeën in, maar ook een aantal populistische ideeën. Elke dag arriveren er nieuwe vliegtuigen. Vol met nieuwe gelukzoekers. Nederland is de controle over haar eigen grenzen volledig kwijt. De Europese Unie bepaalt wie we moeten toelaten. En onze regering vindt dat prachtig. Het probleem van de massa-immigratie is nog altijd niet opgelost. De sluizen staan nog steeds wagenwijd open. Elke dag worden we geconfronteerd met de massa-immigratie. Hoofddoekjes, boerka's, minaretten, uitkeringsafhankelijkheid, misdaad. Het houdt maar niet op. Hele wijken worden geïslamiseerd. 40% van alle bijstandsuitkeringen gaan naar niet-westerse allochtonen. Marokkanen in Nederland zijn 5 keer vaker verdachten van een misdrijf dan autochtonen. Meer dan 60% van de Turken vindt dat Nederlandse vrouwen te veel rechten. De film liet duidelijk een aantal populistische ideeën zien, waar sommige Nederlanders zich sterk tot aangetrokken voelt. Dan het rechtsextremisme. Het uitgangspunt is ongelijkheid. Ze gaan uit van een superioriteitsgevoel. Wij zijn beter dan de rest. Ze hebben vaak simpele oplossingen voor moeilijke ideeën, zoals de werkloosheid los op het eigen volk eerst, te weinig ruimte, vol is vol, en aanpassen of wegwezen is de oplossing voor het migratieprobleem. Ze zijn vaak bereid geweld te gebruiken en vaak afhankelijk van één sterke leider. Ook zijn deze partijen vaak populair wanneer het slecht gaat met de economie. Voorbeelden van de partijen in Nederland zijn de Centrumdemocraten, Nieuw Rechts en de Nederlandse Volksunie.